Lucca de Mergo is in 1931 opgericht door wat mensen op het Sluitersveld. Vooraanstaande mensen of gewoon toen die tijd echt mensen van Sluitersveld die Lucca in 1931 hebben opgericht. Onze jeugdelftallen spelen allemaal wel op een redelijk niveau. Eerste klas, tweede klas, wat spelen hoofdklassen. Onze eerste elftal speelt op vierde klas niveau. Het huidige bestuur werkt er hard aan om allerlei dingen mee te gaan in deze tijd van nu. Om Lucca weer klaar te maken voor de toekomst. Lucca eigenlijk met de ogen. Ik worstel en ik kom boven. We zijn al vroeg begonnen met een damesafdeling. En gelukkig met wat ups en downs hebben we dat in benen kunnen houden en ook uitgegroeid. Dat iets moois binnen onze vereniging. Jij moet echt bij Lucca de Mergo komen voetballen. Want Lucca de Mergo heeft ontzettend enthousiaste voetbaltrainers. Daarnaast heeft Lucca heel veel echte clubmensen. En daardoor krijg jij een echt warm gevoel bij de club Lucca. Als jij door de week bij de trainingen komt kijken of zaterdag de kinderen ziet voetballen op het voetbalveld, zie je dat ze ontzettend veel plezier hebben. En dat is het allerbelangrijkste. Alle kinderen gaan met een grote glimlach naar huis. Ik gooi de bal naar de volgende sportvereniging.